paal. Zo, dat is een lekkere paas ook zeg. Krijgt de bal nog niet lekker mee? Nee. Die wedstrijd bij Groningen en vorige week die nederlaag tegen PSV. Huiberts. Van Duinen. Huiberts. Oh, wat een vrijheid hiervoor. Hamer en raak ook. Enorme dekkingsspraak. Kom maar, Paul. Deze команда, ну, про нами почала меньше пропускати. А зараз дивимося момент, штрафний удар арбітер призначає, можливо. Schotfase, eerste helft. De hoekschop van PEC. Levert een goal op. Dat staat vast. Blijft zonder pijn. Die keurig vrijgespeeld. Holmen in de achtervolging en die. Ruimte weer bij Hamer. Hamer, daar is die. Die komt met een paar centimeter te minst en zo belangrijk. De corner van Hamer en dat is toch een grote kans voor Saimak. Gozens rol gedwongen is. Gozens die bij Atalanta het heel goed doet. En onder tegenman werkte bij Heracles. Kopballetje van Nakaya. Hamer. Van Duinen probeert er aan de bal te komen. En als Van der Marel die bal laat gaan. Die komt door. Nu staat Utrecht voor, of stond Utrecht voor met 3-2. Is het 3-3? Wordt het net zo krankjorm als vorig jaar. Nou, nou! De bal van de lijn gaat. Hamer. Mooie opening op Van Krooi. Latschman is mee om te koppen. Vrije trap van Hamer en een goede redding van die... Niet de jongste doelpunt te maken bij VVV, dat is Sam Stijn, maar Aaron Bastiaans wel de jongst scorende debutant. GUSTAVO Hamer. Met een leepballetje en de knik van T. Voor een beter gevoel zou dit aardig zijn als deze erin gaat. En ja, het is... Dennis. Met zijn Alvarez. En daar komt Hamer en die komt in balbezit en maakt deze goal. Ja, dat maakt hij wel goed af. Dat foutje op het middenveld. Benet al. Wisselen toch, wordt aangegeven. Alvarez komt niet meer terug in de wedstrijd. De vervanger van Martinez moet zich... Daar gaat Clement. Clement, Koopmans is gezien. Die is de beslissing. Andrees de Wiets. Is een aardige bal. Die heeft de ruimte om te schieten. En nu door de benen bij Congolo, door Hamer. Die. Kom in ieder geval niet aan. Clement, Hamer. En ruimte aan de linkerkant bij Paul. Dat is een goede paas van GUSTAVO Hamer. Uitstekende opening op Bellassani. Die heeft T. Bruns. Kans na kans had afgedwongen in aanloop naar het doelpunt. Eigenlijk net als met het doelpunt van Bellassani in de eerste helft. Kijken wat dit dan voor gevolg heeft voor het wedstrijdbeeld. Zwolle. Hamer. Bellassani bij zich. Hij kiest voor
de hat-trick. Hij kiest voor de man. Je ziet de man die de wedstrijd eindigt als spits en vervolgens vier maken. Zijn mark naar Van Wermerskerken. Daar staat nu ook Clement voor het doel. En hier is Hamer. Hamer ziet de beweging bij Bruns. Nou, Bruns mag heel ver komen daar. Schuift hem erin. Hamer. Even door dat de ruimte aan de andere kant ligt. Daar. Rechtsbek naar de linksbuiten. Nog er een van Pirou. Voordeel terecht gegeven, want Zwolle blijft aan de bal. Ondanks de zon is er aan. Vorige week in Utrecht tegen ADO Den Haag. Een goal tegen uit een prachtig genomen vrije trap. En dat is bij deze ook het geval. En waar je dus een dik kwartier lang zit te wachten op openingstreffer. Oeh, mooie actie van Hamer. Sleept hem langs Venema, maar dan blijft het. Latschman. Nou, die een drukke zomer heeft gehad met Curaçao. De Gold Cup speelde, kwartfinale haalde. En Elbers wordt weggestuurd. Belhassani, Hamer, links is de ruimte bij Johnson, die wordt ook gezocht. Lewis moet meelopen, heeft op zich dus. Hamer. Van Krooi, net de tijd. Clement, schitterende aanname, alleen het afronden ontbreekt. Sleep. Voorbij Ezibwe, lichaamsschuimbeweging van Doan. Maar daar trapt de Hamer niet in. De ploeg die er nog bij kan halen van de onderste drie. Misschien een doelsaldo gaat goed maken, is kwijt. Dit is een goede bal. En daar is de gelijk. Toch knap hoor, van hem zo lang op de bank gezeten. En dan zo terugkomen. Oh, wat een misser daar van Paal. Linse. Oh, jongen toch. Wat die spelers in potentie allemaal kunnen. Ja, vroeger vertrek van Namli bij PEC zal niet geholpen hebben. Ik denk dat ineens zomaar toch maar die lange bal. Had die wellicht iets meer mee kunnen doen? Dit is een goede bal en daar is bijna de 2-0. Hamer zoekt de diepte bij Ezibwe. Maar die krijgt hem niet lekker mee. Hamer en achterwaarts gekopt, maar de vlag is omhoog. Overkwam vet. Balverlies bakken. Fleming links, Jean Roo kwam weer vanaf die kant. Hamer. Van Duinen geeft aan dat hij hem wil. En Namli weg. Hamer. Veiligheid van Bakker. Terug kan dat. Nou, dat is niet geen gelukkige bal. Fleming voor zijn derde. Ja, dit is met opnieuw Hamer. Keeper blijft staan. Op de deklat en nog. Hamer. Goeie bal. Easy boy. Van Polen. Hamer. Ja, dat is mooi geopend op Ezibwe. Zo krijgt Zwolle, en dat is knap, het voor elkaar om voornamelijk op de helft van Emmen te spelen. Waar Emmen zo graag die andere kant op wil, maar dat lukt maar niet. Van Duinen komt over. Van der Streek. De mouwen wat extra opgestroopt. Een kleine defensieve maatregel. De grote Letschert kwam. Weer
weer veel ruimte. Oh, dat is een hele goede pas. Fleming, die niet helemaal lekker uitkomt. We'll be right back.